Deze kuise versie van Adam en Eva kon je tot in het begin van de 20e eeuw zien hangen in de Gentse Sint-Baafskathedraal. In het aardsparadijs was er van schaamte nog geen sprake. Toch is het een fenomeen dat eigen is aan de mens. Schaamte is universeel, maar de oorzaken zijn heel divers. Schaamte is een zeer breed thema dat alle mensen bezighoudt, alle mensen treft. Mensen zijn beschaamd voor sommige dingen, vermijden dat, kunnen daar moeilijk over spreken. Maar schaamte is zeker ook rond psychisch ziek zijn een zeer beladen en belangrijk onderwerp. Iemand kan psychisch ziek zijn en daarover zo beschaamd zijn dat het eigenlijk het ook zo moeilijk maakt om met die ziekte te leven en om ook een begin van bijvoorbeeld genezing te krijgen. De blik is een belangrijk thema in de tentoonstelling. De confrontatie van wie we zijn en hoe een ander naar ons kijkt, werkt schaamte vaak in de hand. Zoals deze Algerijnse vrouwen die verplicht werden hun sluier af te nemen voor de foto. Maar ook dichter bij huis in Gent is het schaamtegevoel aanwezig. Wat je hier ziet is een kaartenrol en dat zijn eigenlijk allemaal kaartjes met foto's op. En als je die zo begint te daaraan komt, dan zie je een filmpje. En het filmpje zie je hier, het is een soort Adam en Eva. Maar het bijzondere is dat dat filmpje door de Gentse gerechtelijke politie in het begin van de 20e eeuw in beslag is genomen omdat het strijdig was met de goede zeden. Schaamte overvalt ons op de meest onverwachte momenten, maar het kan ook ingeburgerd zijn in een cultuur. Zo schaamt deze Japanse kamikaze-piloot zich, omdat hij zijn zelfmoordaanval overleefde en dus niet in zijn opzet is geslaagd. We zijn eigenlijk bij het maken van tentoonstellingen vanuitgaan. Het is iets universeels, het is iets wat in alle culturen aan bod komt. Dus we hebben eigenlijk ook heel sterk gezocht naar stukken uit andere tijden, andere culturen, om zo het thema zo rijk mogelijk te presenteren aan het publiek. De expo Schaamte opent vanavond in het museum Dr. Gislain en loopt nog tot 29 mei.